De wereld is geschokt door het tragische nieuws over koning Charles. Er is een vorm van kanker bij hem geconstateerd. En ik praat hierover verder met Evert Zandegoets, hoofdredacteur van Privé. Evert, wat iedereen natuurlijk dacht van, jeetje, je hebt zo lang moeten wachten en nu zit je op die troon en nu ben je ernstig ziek. Ja, het nieuws kwam echt als een grote schok gisteren rond het avondeten voor de Britten. En vooral, het was een soort tweetrapsraket, omdat vrij snel daarna al duidelijk werd dat Harry vanuit Amerika zijn vader ging bezoeken. Nou, er is er wat voor nodig gebleken de afgelopen tijd. Dus het is een serieuze aandoening, lijkt het. De aard van de ziekte wordt niet bekendgemaakt. Er wordt natuurlijk wel heel veel over gespeculeerd in Britse media, terwijl Buckingham Palace verzocht heeft om dat niet te doen. Het paleis is vrij open geweest vorige week over die prostaatoperatie die hij gehad heeft. Een prostaatoperatie die een geluk bij een ongeluk is, omdat daarbij dit ontdekt is. Er zijn deskundigen die toch uit de school klappen en zeggen, nou, is er heel erg op tijd bij en de vooruitzichten zijn heel erg optimistisch. En toch zijn er ook mensen die denken van, nou, dit is heel erg foute boel. En dat merk je al aan de toon van de berichtgeving. Het toch wel heel erg terughoudend over wat er dan precies is. Gedacht wordt aan darmkanker. En het feit dat hij ambulant patiënt is, dus elke dag naar het ziekenhuis gaat om behandeld te worden, dat wijst, denk ik, op bestralingen of zo. Ja, never a dull moment met de Windsors, hè, zeggen wij hier wel eens aan de desk. Harry, hè, die is vertrokken en nu weer met de dood in het vooruitzicht of een ernstige ziekte in het vooruitzicht, komt er misschien wel een verzoening. Prins Andrew. Dat zou het goede nieuws zijn waar Britse media ook op speculeren. Dat zou heel erg mooi zijn als de broertjes door dit nieuws weer bij elkaar gaan komen. Die kans is groot trouwens. Als je allebei aan het ziekbed van je vader staat, dan kan ik me voorstellen dat andere dingen er even iets minder toe doen. Ja. Zaken die de afgelopen jaren hebben gespeeld. Dat zou het goede nieuws zijn. En ook voor Charles een manier om snel te genezen, denk ik. Want natuurlijk is die hele affaire met Harry zo stressgevoelig, zo enorme impact op zijn leven. Dat je mag hopen dat het ook nog iets goeds teweeg brengt. Dit. Ja, achter jou hebben we de beroemde kroning. Er is natuurlijk een traditie dat je blijft zitten tot het laatst. Dat hebben we met Queen Elizabeth gezien. Nou, ja. William is een... hoe oud is hij? Is hij een veertiger? Hij is 42. Hij is 42. Ja, hij wordt 42 dit jaar. Ja. 82. Ja, William is er in principe klaar voor. Alleen zijn vrouw heeft ook wat gezondheidsproblemen. Ja, weten we ook het fijne die geheimzinnig over gedaan wordt. Dat is ook ernstiger dan aanvankelijk duidelijk werd gemaakt. Dus ja, de positie waarin hij verkeerd is, is echt niet te benijden. Ja. Hij kan elk moment koning zijn. En daar is hij zijn leven lang mee opgevoed. Hè. Het is een bizarre situatie die zich nooit eerder heeft voorgedaan. Ja, het doet mij altijd een beetje denken aan de pauze. Dan komt er weer een nieuwe paus. Nou, die begint al als hij hoogbejaard is. En binnen de kortste keren zijn er allemaal berichten over, ja, de paus is naar het ziekenhuis geweest en dat is gecontroleerd. Ja. Het lijkt wel of dat systeem van zitten tot het einde, daarmee jaag je natuurlijk iemand op bejaarde leeftijd meteen de ziekenboeg in. Heeft de paus ongetwijfeld een hele goede beschermengel. En bij Charles is het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dit zou hij natuurlijk ook gehad hebben als hij nog steeds in de wachtkamer had gezeten. Maar het is wel voor hem heel erg zuur dat hij fantastisch uit de startblokken gekomen is. Hij is heel erg populair op dit moment. Heeft sinds zijn koningschap nog geen fout gemaakt. Heeft er zin in. Wilde de boel hervormen. En dan gebeurt er dit. Ja. We gaan zien hoe dat verder gaat lopen. Dat blijf jij uiteraard op de voet volgen. Evert Zandegoets, dankjewel.